Namaste, lief mens. Welkom bij de energetische update voor de komende tijd 19 tot 25 juli 2021. Met als titel: De ramshoorn wordt geblazen. Tijd om te gaan. Ik ben Christel. Via het leggen van orakelkaartjes van aartsengel Michael, in combinatie met andere orakelkaartjes, stel ik me intuïtief open voor het lezen van energie. Al wordt er verwezen naar een tijdsgegeven, energie is vloeiend. Laten we uitgaan van het juiste moment voor datgene wat in ons leven naar ons toekomt. Als overkoepelende boodschap voor deze week twee orakelkaartjes: Helende energie en jijzelf en je dierbaren worden beschermd. We kunnen ons heel erg kwetsbaar voelen, doordat de roots van het zich veilig en beschermd voelen bedreigd worden. Het vertrouwen dat we hadden kan wankel voelen. Hoe kan het ook anders dan dat op dat moment aartsengel Michael ons wil geruststellen en ons wil herinneren dat wij en degenen die ons dierbaar zijn, beschermd zijn. En ons tegelijkertijd wil herinneren dat we in deze situatie niet alleen staan en we verzekerd worden dat we veilig en beschermd zijn, onder andere door de over ons wakende aanwezigheid van aartsengel Michael en zijn engelen. Staan we toe dat dit ons scheelt naar lichaam en geest en ons rust, vertrouwen, moed en kracht mag geven. We zijn op dit moment onderhevig aan heel wat ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen, ook al kunnen we dit nu nog niet zo zien, vormen de basis van een grote opruiming in ons leven, een grote schoonmaak, wat leidt tot loslaten. Een loslaten in de zin van de dromer van de tarot, die enkel een kleine knapzak met zich meegeeft. Er is geen plaats voor overtollige bagage, enkel en alleen het broodnodige. We hoeven het niet te vertellen hoe moeilijk loslaten steeds opnieuw weer is. Ook al vragen we en verlangen we en zijn we overtuigd dat verandering noodzakelijk is, toch, dat neemt niet weg dat we min of meer geschokt kunnen zijn wanneer deze verandering zich bij ons aanbiedt. En dat we horen vast te stellen: het is zover. We hebben het signaal verwacht en wisten, als we eerlijk zijn met onszelf, dat het zou gaan gebeuren. Maar toch, het weet ons te verrassen. Het is ook niet zo makkelijk om wat ons zo bekend, zo vertrouwd is, los te laten. En om ons te openen voor het nieuwe, het onbekende dat ons leven wil binnenkomen. Dit kan een overrompeling veroorzaken en gekoppeld zijn met het ons allerlei vragen stellen, van het hoe, het wat, wanneer, wie, wat, die op zijn beurt een deur kan openen en aanleiding kan zijn om angst, onzekerheid, ongemak en onrust ons leven te laten binnenkomen. Hoe we ook draaien en keren, we kunnen er niet onderuit. Vertrekken uit een situatie is loslaten. Vertrouwde leefgewoontes loslaten. We worden dan ook heel duidelijk gevraagd om in het proces te vertrouwen en om ons instinct en onze intuïtie te volgen. De wenken die we via deze weg mogen ontvangen, zullen ons helpen om ons zo vlotjes mogelijk voor te bereiden en om ons doorheen deze periode van grote verandering heen te leiden. Er is een startsignaal gegeven. Nu is het aan ons om de beslissende keuze te maken over hoe we dit vervolgens concreet gaan doen. Het voelt als een onstoppelijk proces. De woorden: de boot is vertrokken, komt naar voren.
De energie voelt als een uittocht, een wegtrekken van. Net zoals in de tijd van Mozes, horen we te vertrouwen op het goddelijke plan. Er is geen weg meer terug, enkel vooruit. Het is dan ook beter voor onszelf om niet langer vast te blijven houden aan of te blijven achterom kijken naar wat is geweest, maar om al onze moed bijeen te rapen en onze focus te richten om ons klaar te maken voor wat komt. We kunnen de energie met niets beters vergelijken als met het volk Israël, die eens het signaal gekregen om te vertrekken, zichzelf wist klaar te maken voor hun uittocht van Egypte, met Mozes voorop, die op zijn beurt voorafgegaan wordt door Yahweh God, die de hele uittocht leidt. Voor maandag en dinsdag komt de boodschap. Je innerlijke leiding is echt en betrouwbaar. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden in deze fase, horen we te luisteren naar onze innerlijke leiding. Het zal ons vertellen wat er dient te gebeuren. Wezen we dan ook heel alert voor boodschappen, tekenen, signalen. Hebben we vooral geen angst. We worden zo omringd en beschermd door onze engelen, dat alles in goede banen geleid wordt. Niets belet ons om deze vraag trouwens uit te sturen, als een hulpbede. We worden vooral gevraagd om heel goed te luisteren en ons af te stemmen op ons innerlijk weten, de aanwijzingen die we ontvangen zo goed als we kunnen nauwgezet op te volgen. Vertrouwen op onze band met onze hemelse bondgenoten, God en zijn engelen, is nu van groot levensbelang. Ook al hebben we het gevoel dat we het helemaal zelf horen te doen en te organiseren, in werkelijkheid worden we geleid, wordt alles goddelijk georchestreerd. Nu komt het erop aan dat we bereid zijn om de toekomst te verwelkomen. Om te luisteren met ons hart en onze ziel naar de ons toevertrouwde boodschappen en tekenen. En getuige zijn van de wonderlijke bevrijding die plaatsvindt in ons leven, die uitstijgt boven alle mogelijke menselijke verwachtingen. Terwijl we zachtjes toegroeien naar het idee om door te zetten, onze weg verder te zetten, doen we alles wat hiervoor noodzakelijk is. De volheid van hoe bevrijdend en helend dit voelt, zullen we wellicht met z'n allen pas veel later ontdekken. We houden niet voor mogelijk wat we nu, samen met onze aardse en hemelse bondgenoten, mogelijk zullen maken. De woorden die ik mag horen zijn: er wordt voor alles gezorgd. De boodschap voor woensdag en donderdag zijn opnieuw twee orakelkaartjes. Vertrouw jezelf toe aan de hulp van God en de engelen en veiligheid en bescherming. Wat twee of meerdere keren naar voren komt of herhaald wordt, is uiterst belangrijk om hiermee rekening te houden. Hebben we het gehoord? We zijn veilig. We worden beschermd. Met andere woorden, er wordt voor alles gezorgd. We hoeven geen gevangenen te worden van angst, die we allemaal kennen op één of ander vlak. En hoe wordt er voor ons gezorgd? We mogen ons volledig toevertrouwen aan de hulp van God en de engelen. We zijn in de beste handen. Laten we dit even tot onszelf doordringen. Herhalen we dit even voor onszelf, zodat we ons hiervan echt bewust kunnen worden en wij vervuld mogen zijn van een rustig gevoel tijdens het voltrekken van dit geuze, ingrijpend proces in ons leven. Mag de droefheid die ons kan overvallen wijken voor een dankbaar onthalen van wat ons staat te gebeuren. Ook al kunnen we het nu nog niet ten volle bevatten,
We hebben zoveel redenen om te zingen. Groot is onze Heer. Onze geest verheugt zich in God, onze Redder. Grote dingen doet Hij voor ons. Machtig en heilig is Zijn naam. Scharen we ons in vertrouwen achter de Mozes en de Gideons, de Robin Hoods en de Jeanne d'Arcs van onze tijd en wezen we bereid om de wijze raad te volgen. Het is zo ontzettend groot. We zijn de draagvaders en draagmoeders van een nieuwe tijd. Ook wij zijn in onze tijd getuigen van Gods wondere daden, hoe Hij de hulpkreet van Zijn volk heeft gehoord en zich over ons ontfermt en voor ons een nieuwe weg zal laten verschijnen. De grote vraag is, zijn ook wij klaar om nieuwe horizonten te gaan verkennen? Zijn ook wij klaar voor dit grootste avontuur van bijzondere uittocht? Onze grootste schuilplaats, onze grootste bescherming, degene die onze veiligheid echt kan garanderen, dit antwoord vinden we in onszelf, in de expansie, de verruiming en de reis van ons hart. Herinneren we ons de slak, de schildpad, ons huis. Dit laten we niet achter. Dit nemen we mee naar een nieuwe plaats, een nieuw begin. Herinneren we ons wie we zijn, nomaden, steeds onderweg, met God in ons midden. Voor vrijdag, zaterdag en zondag verschijnt deze boodschap. Neem de tijd om deze beslissing te nemen. We hebben nog even de tijd. Zie de video over de energie-update van vorige week. We kunnen ons kalm, mentaal, emotioneel, fysiek voorbereiden. We verzamelen niet alleen het nodige van en voor onszelf. Hier kan wel eens sprake zijn van een groter inzamelen, verzamelen, groeperen, voor de aanvang van een Robin Hood-beweging of Jeanne d'Arc-beweging. Dit helpt ons om sterk in onze schoenen te staan en ons zo goed als we kunnen te organiseren. Wanneer we overtuigd zijn van datgene wat we gaan doen, geloven in onszelf, kunnen we het ons onnodig zorgen maken goed indijken. We weten immers beter, er wordt voor ons gezorgd. God neemt de leiding op zich binnen dit gebeuren van onze uittocht, onze exodus. Zie je de schittering van de verschillende kleuren van de regenboog? Van het verbond van God met ons en alle mooie zegeningen die ons wachten? God is trouw aan zijn belofte, trouw aan zijn verbond. Hij reikt ons de hand, zodat we de kracht vinden binnen onszelf om deze reis aan te vangen. En nee, wij hoeven niet onze diepste gevoelens te negeren of te onderdrukken. We mogen tijdens dit proces vrije expressie geven aan onze gevoelens en gedachten. Denken we terug aan de video's van Gideon of aan Maria, wanneer ook zij God de vraag durft te stellen. Hoe zal dit geschieden? Het zou mooi wezen als het uiten van onze vragen en bezorgdheden ons niet in de weg zou staan om in onze innerlijke kracht te staan, om ons verbonden te weten met onze God, die ons ontzettend lief heeft, op wie wij dag en nacht mogen leunen en steunen. Wezen we getuigen hoe Hij voor ons in de bres springt, samen met aartsengel Michael en ontelbare engelen. Zij gaan ons voor als de vuurkolom in de nacht, als een beschuttende wolk overdag. Vertrouwen we ons toe aan Hij, die is als God, aartsengel Michael. Dit is een gebed doorgegeven van aartsengel Michael zelf aan Mario, een ziener die verschijningen van Maria geniet in Brindisi, Italië. Heilige aartsengel Michael, machtige hemelse strijder, help ons met uw zegen. Bevrijd ons door uw macht.
verdedig ons met uw hemelse legermacht. Aan u vertrouwen wij ons toe. Bescherm ons en neem ons mee naar het hoogste goed. Heilige Michael, onze hemelse bewaker, kom ons te hulp en vertroost ons. O bewaker van degenen die geloof hebben, vervul ons met de liefde van de Vader, de vrede van de Zoon, de genade van de Heilige Geest. Amen. Een gezegende week iedereen. Namaste.